Goedemorgen. Even heel snel, want ik heb haast. Ik ben net wakker. Ik voel me een klein beetje misselijk vandaag. Ik ga nu stemmen. Oké, het is 7:30. Om 7:30 zijn de stembureaus open. Ik mag gaan stemmen. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik ga stemmen. Ik ga stemmen op GroenLinks. Daarna moet ik even snel naar kantoor even een boormachine halen. Daarna gelijk naar Amsterdam. We gaan vandaag een nieuw format filmen van Supergaande. Wordt een leuke dag. Veel bekenden gaan langskomen. Dus we gaan kijken of we een gezellige dag van kunnen maken. Maar nu eerst even stemmen. Nou, en ik dacht dat dat makkelijk was. De tering. Hi jongens, ik heb even... Oh shit, ik mag hier niet eens rijden volgens mij. Ik rij op een lijnbusbaan. In ieder geval, ik heb... fuck, politie. Oké, ik weet even niet wat ik bedoel jongens. Wacht even. Ik mag hier niet rijden. Ik heb net even alle spullen... afgezet. Ik mag hier echt niet rijden. Kutzooi. Waar moet ik heen? Ik heb net even alle spullen bij S1 afgezet. En ik ga nu snel naar de Albertijn toe om te zorgen voor catering. Hè, zodat de gasten allemaal eten hebben. Dus dat moet ik even snel fixen. Maar ik weet alleen niet waar de fuck naartoe moet. Ik nuk jullie allemaal de moeders. Dit is toch het grappigste bedrijfsnaam ooit. Gewoon moeders. Hé, wat ga je straks eten? Ik ga bij je moeders eten. Je moeders. Hoi, ik heb hier... kaascroissantjes, normale croissantjes. Ik heb hier bruine bollen, sla en ik ga ook nog even hier mini krentenbollen. Lekker. Ik heb echt fucking veel eten gehad. Chips, chocola, snoep, broodjes en ik moet ook nog heel veel drinken halen. Nou, Jamico heeft alles klaargezet hier. De boys zijn ook bezig met het rad. Ik ga straks trouwens even het concept uitleggen wat we precies gaan doen vandaag. Oh shit, Loco Mexicano. Hey, Jamico is even mijn strikje aan het zetten. Hier is die weer te groot. Bro, ja, zo kan daar, is te groot. Bro, zet hem kleiner man bro. Je bent al 5 minuten bezig met de strik, G. 5 minuten. Mats, wat ben jij aan het doen? Het is te laat. Nice. En daarom ben jij hier. Hij is te laat man. Ik ga stuk. Uit, daar komt die jongens, de strik, dit is hem. Oké. Dit is hem, zo. Lekker man. Als was? Sterk. Nog iets. Nah. Hij is wel dik hè? Kijk blij. Mexicano. Rare Mexicano bro. Uit, dit is hem man. Ja man. Dit is trouwens de setup. Kijk. Fucking dope. En ik ga veel snel uitleggen wat we precies gaan doen. Het nieuw format heet het Rad van Supergaande. En wat we gaan doen is, zeg maar, we hebben een rad. Die laat ik jullie ook gelijk eventjes zien. Kijk. Deze is voor Kiel, toch? Ja. Kijk. Dit is het rad. Daar zijn ze even druk mee bezig. En op het rad komen alle Supergaande vragen die we ooit op straat hebben gevraagd. En dan hebben we elke keer een gast. Die komt dan hier te staan. En die gaat dan draaien aan het rad. En dan moet hij volgens mij 5 keer... een vraag beantwoorden. Dan heb je allerlei soorten vragen. Wat is je standje? Hoe lang hou je het vol in bed? Je laatste WhatsApp gesprek? Hoe knap vind jij jezelf? Weet je, alles wat wij op straat hebben gevraagd, krijgen ze nu op het rad. En mogen ze aan draaien, gaan we ze gewoon die vraag stellen. En het wordt fucking leuk. Ik heb er zin in. We gaan dan waarschijnlijk... Hey Jamico, hoeveel gaan we dat doen vandaag? Hoeveel? 8. Tering wordt een lange dag. 8 afleveringen. Er komen heel veel mensen langs, heel veel toffe mensen. En ja man, hebben we zin in. We gaan zo lopen uit met 10 minuten, maar dat maakt niet uit. Wij mogen dat. En ja man, ik ben er soort van wel klaar voor. We gaan nu even alles doornemen. En de setting ziet er super dope uit. En dan gaan we zo beginnen. Dit is die elektroband bro. Iemand moet hem uittesten, kan je even proberen? Echt niet lauw hè. Wat is de laagste man? Ja, yeah, sowieso. Wordt niet doodgaan. Hij staat op 17 ampère, dat is niet echt zoveel. Doe me eens op je arm of zo. Hij moet zo. Ja bro, maakt niet uit. We hebben je wel nog nodig, hè? Dus niet doodgaan of zo. Ik heb wel hartproblemen man. Voel je? Nee. Zweer? Hij deed wat al. Ik weet niet man. Wacht, wacht. Ja, hij ging wel trillen man. Maar ik deed geen pijn of zo. Je voelt niks? Fresh. Nee man, niet ineens rommelzet ofzo. No. Ah, nee. Oh. Ah, hoe was dat? Ik weet niet. Ik wel, man. 80 ofzo. Deze knoop is oké, maar ik ga hem lager zetten. Probeer nu eens. Ik heb hem nu lager gezet. Ja. Maar het deed geen pijn. Maar je schrikt gewoon. Oh, knop, man. Deze niet. Ik doe het niet meer, man. Nee, doe nou. We moeten testen, G. Ah, G, dit is tal te hoog, hè. Oh, fuck, man.
Nee. Ja, donder op. We moeten gewoon testen of die het doet. Digi strak in pak. Geaccepteerd, man. Oh, dit is wel eng, man. Het ziet er echt tof uit. Ook met de setting, toch? Die oranje strik en zo. We waren even aan het sukkelen met het rot, maar dat is bijna gefixt. Ghetto style, we did it. Bro, in het leven heb je alleen duct tape nodig, bro. Gewoon duct tape en een creatieve mind, man. Maar dat is bijna gefixt, we kunnen zo beginnen. Alles staat bijna klaar. Zin in? Ja. Lekker man, hier staat alles. Jij bent er ook klaar voor. Lekker man, ben je er klaar voor? Ja man, lekker man. Moet je nog kotsen? Nee man. Oh, dit, laat me een keer voelen. We zijn volop bezig met de afleveringen van Wat was super gaande. Masha die is al geweest, ik heb hem niet kunnen vloggen man. Fucking kut. Hey Masha, loof me helemaal, dankjewel voor je komst. Vakkenstrijder, je bent er. Bam. Jij liet net iets heel leuks zien, je hoeft het niet meer te laten zien. Maar, is het al online op jullie kanaal? Nee, is het nog niet online. Nog niet? Dus mondje dicht, maar ze kunnen wel iets heel leuks verwachten. Wow, wordt wel echt grappig. En iets heel grappig. Ik vond het ook super grappig, ik heb het nog nooit in mijn leven gezien jongens. Het is echt fucking grappig. En check het op, welk kanaal is het? Gekke Markie. En Gekke Markie. Lekker man. Uit. Dus tot zover dat. We zijn bezig met Rad van Supergaande. We gaan zo beginnen met de volgende aflevering. Ik ga kijken of... Misschien is Masha nog boven, maar dat weet ik niet 100% zeker. Is Masha al weg, weet je dat? Nee? Als het goed is Monica er al. Dus dan gaan we ook even hoor tegen zeggen. Ik ga even heel snel ook wat frisse lucht halen, want het is fucking warm. Vakkenstrijder! Hoe is het? Ja. Lekker. Heb jij Masha gezien? Nee, ik hoorde dat ze Als je weigert. Welke vragen zijn allemaal op? Alles wat je ooit op straat hebt gehoord van Supergaande, komt op het rad. Vond je het leuk, Mo? Ja, ik moet wel zeggen, dit was zeg maar wel de leukste aflevering tot nu toe. Zeg maar, met alle respect naar de rest, maar ik vond deze echt heel tof. Als in het ging zeg maar soepelder of zo dan de rest. Maar ja, de rest was ook zeg maar de eerste twee, dus dan is het ook een beetje... Beetje awkward ja, aan het wennen. Ja, maar het is ook echt totaal goed. Kijk, ik had altijd zoiets van, aan het begin denk ik altijd heel groot antwoord op vraag, maar hoe makkelijker je er zelf over praat, hoe minder je het raar vindt. Als jij zegt, ja, ik vind 20 keer seks op een dag normaal, maar ja, dat vind maar dat is ook een beetje, juist zeg maar, omdat je heel goed uitlegde, zeg maar, of heel goed antwoord gaf op de vragen, was het soort van ook gewoon leuk. Lekker weer. Oh, het is echt lekker weer. Fakken strijders. Nou, in ieder geval, we zijn dus net klaar met Monica, we hebben al 3 afleveringen gedraaid, het gaat hartstikke goed. En we hebben nu even een kleine, korte pauze. En dan gaan we verder. We zijn bezig met iets een fotoshoot. Wat kan met die donkere beeld opeens? Dat kan je veranderen, hè? Ja, ik weet het. Maar... Ik weet het, ik ben ook vlogger. Maar wat vind je van me goed, man? Eerlijk. Ja, nice. Kan ik het hebben? Ja, zeker. Nee, ik heb hem gisteren gehad. Wat vind je erin van? Dat is het belangrijkste. Ja, zij vond het wel tof. Ja, het is ook wel tof. Dus is nieuw, weet je? Je moet eraan wennen. Ja. Alles wat nieuw is moet je aan wennen, weet je? Ja, maar ik zie het jou ook gewoon in vrije tijd. Ja? Kan dat, denk je? Ja. Ik moet eigenlijk gewoon bescheid doen eigenlijk. Maar ik zou graag zo eentje willen. Maar bij dat soort dingen ben je altijd een beetje onzeker. Omdat je het gewoon nooit hebt gedragen. Tuurlijk. En dan ineens, je voelt het wel, maar toch dat je... Ah. Ja, ik had ook de eerste keer toen ik roze schoenen droeg. Ja, maar die waren echt nice. Die Nike's. Ja. Maar ik heb je die nieuwe gezien die ik heb gehad? Amazing Garments. Nee, die Nike's. Oh. Je eerste reactie. Oké. Wait. We hebben zo nog een snap. Waar gaat hij zijn pet halen? Ja, volgens mij weer. Gaat hij naar zijn vader? Ja, die is weg. Ja. Kijk. Oh, heel leuk. Sick, oh, wat goud. Sick, man. Ja, maar en ik... Oh, details, man. Oh, nice. Ja, man. Sick. Bruh. Ik ben er. Oké. Oh, kunnen we? Kanten of zo? Nice. De Don. Ja, jullie kennen de motherfucking stars. De zenuwachtig, broer. Ja? 1200 volt en shit, man, niggertje. Lekker, man, bro. Rad van Supergaande. Je bent hem, man. Heb je zin in? Altijd, bro. Ik was veel te vroeg, man, bro. Je bent wel op tijd, man, bro. Altijd, bro. Echt respect naar dat. Meestal rappers komen laat. Ik ben geen rapper, chico. Lekker, man. Ah, jongens, we gaan zo beginnen met een nieuwe aflevering met Lexus. Fucking dope. Het is populair. Vakkastrijders. Kijk zo hard werken dan. Vakkastrijders. Hey! Wat ben je mooi! Tegen, ik ga die andere ook gelijk aaien. Kijk die andere. Kijk ze chillen dan, oh, dit leventje wel hoor. Wat een leven, hè? Ja! Kijk ze chillen. Allebei liggen ze gewoon knock-out. We hebben net de 4e aflevering al gefilmd.
tenminste, ik weet niet of het vierde wordt, maar toen hebben we weer een aflevering gefilmd met Lexus. Het is fucking geniaal, ik heb zoveel gelachen. En we hebben er nog 4 te gaan. Het is momenteel 2:30 in de middag. We lopen goed op schema gelukkig, alles gaat volgens plan. Het is fucking leuk, ik hoop dat jullie het ook leuk gaan vinden. En be on the lookout man, want het gaat echt, echt top worden. Fuck Cadefano man, je bent er bro, je bent er bro. Strijder, strijder. Heb je er zin in? Ik heb er sowieso zin in, man. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal in de auto hebben. Wanneer is het, hoeveelste keer is het dat jij bij Super gaat? We gaan 2e keer, toch? Ja. Ja, 2e keer bij Super gaan. Ja. Eerste keer was het talkshow. Eerste keer was het talkshow. Nu hier. Dus, leuk. Het draad. Ja, we hebben al 4 afleveringen gefilmd. Oké, dit is de 5e. Dit is al de 5e. Ja. En het was tot nu toe echt, echt heel tof, man. Oké, man. Dus hoge verwachtingen, man. Ik hoop dat deze ook tof wordt. Ja, man. Weet, ja, man. We gaan gaat, het zien. Gaat leuk worden. Zin in? Ja, man. Leuk. Jongens. Iedereen, zin in? Ja, sorry. Als ik zo'n beetje sta, dan ziet het wel goed uit, man. Je lijkt op iemand die het weer voorspelt. Nou jongens, vandaag kut weer. Hey bro. Goeie boelie, man bro. Laat je kont even zien voor de chicks thuis. Hey, joh, laat die spring aan de billen van je zien, bro. Je bent in de vlog. Ik ben in de vlog. Pak een strijder. Ja, chillen. Vond je het leuk? Man. Ik vond het master. Ik vond het verhelderend. Gruwelijk. Eerste keer bij Supergaande? Eerste keer Supergaande. Tweede keer een echt soort van vlogshow. Maar ja, nou. I like the shit. Ja, lol. En niet de laatste keer. Nee, zeker niet. Nee. We gaan nog eens wat samen. Je komt sowieso langs in de talkshow, toch? Ik kom langs in de talkshow. Ik hoor jullie gaan met mij mee. Lekker, man. Lekker. Man. We gaan eindelijk een keer... Eindelijk. QC die gaat kotsen. Ja, maar uiteindelijk wel, ja. Ja, ah, jongens, we hebben net met Busy showtje opgenomen. Dat was fucking gezellig. Dat was grappig. En ik moet heel erg naar het toilet toe. Zoals jullie weten ben ik net aan het revalideren van mijn hele ziekte qua voedselvergiftiging. En jammer. Ik ga even naar het toilet toe. Dus we zijn klaar. We zouden normaal gezien nog 1 aflevering draaien met Tajula. Maar Tajula die had... stof in mijn mond. Die had wat problemen met volgens mij... Op tijd komen. Ja, ik weet niet. Op tijd komen, denk ik. Dus jammer. Maar het was een hele leuke dag. We hebben 7 afleveringen gedraaid. We zouden normaal gezien 8 afleveringen draaien. Dat zijn er 7 geworden. Maar sowieso shout-out naar het hele team. Shout-out naar Yamiko. Shout-out naar Mats. Shout-out naar QC. Shout-out naar heel SE, man. We hebben een hele fucking productieteam hier gezet voor. Dit is ook de allereerste keer dat we het überhaupt hebben gedaan. Je weet toch, dus sowieso lachen naar iedereen die heeft meegeholpen aan dit. Ik vond het fucking dope. Fucking trots ook op ons, dat we dit in 1 dag hebben geflikt. En ja man, ik wil even een shout-out geven naar Busy. Oh, de thanks for the shirt man bro. Ik zei, ik wou deze al heel graag hebben man. Ik zag hem op je Insta en zo op jezelf, weet je toch? Maar ja man, en zo naar Busy man. Fucking dope shirt. Ik ben me even aan het omkleden. Ik heb vanavond nog opnames met Anna Nushin. Voor de mensen die haar niet kennen. Boom, foto van haar en haar Instagram en haar volgers. Kijk hoeveel. Maar ja man, dat is Anna Nushin. En we gaan vanavond voor haar kanaal gaan we wat filmen. Dus ik ben nog lang niet klaar. Die opnames zijn pas om 8 uur. Het is momenteel 5:30, dus ik heb nog een... Oh, valt was nog mee. 2,5 uur. Voordat we gaan draaien. Dus we kunnen nog even wat eten op het gemakje. Gewoon even chillen. Ik ga me even snel omkleden. Ja man, wat een dag. Ik liep net richting mijn auto. En een paar motherfuckers hebben mijn auto gedisrespect, bro. Ze hebben met een koude fiets tegen mijn auto aangezeten en shit. Ik heb allemaal krassen op mijn deur. Kijk, vroeger zou ik hier zeg maar echt om stressen en zou ik boos worden en schreeuwen, bro. Nu, ik weet niet man. Het leven is te kort om boos te worden, toch? Dus ja, wat gebeurd is gebeurd. Daar kan je vrij weinig aan doen. En gewoon accepteren, man. Ik ben onderweg richting Mike's Gym. Hoe de? Lang niet geweest, man. De laatste keer dat ik bij Mike's Gym was, was volgens mij tijdens de opnames van de documentaire die ik heb gemaakt over Massaro Glunder. Voor de mensen die hem nog niet hebben gezien, check hem even op de YouTube. Daar staat hij. En ja, man, Mike's Gym, man. Veel boys daar. Veel love, man. Veel love van die boys daar, man. Ik ga kijken of iedereen daar is die ik ken nog van die tijd, jeetje toch? Daar zijn we jongens. Mike's Gym, the house of champions. Mensen als Badr, Gökhan, Myrtle, Groenhart bro. Iedereen hier man bro. Ik ben bij Mike's Gym en Anna die is er, eindelijk. Dus eigenlijk ben je op zich ben je gewoon precies op tijd. Pakka, je bent in de vlog. Yes. Jij vlogt ook toch? Live goal. Kijk, hebben we meer. Oh, dit is strijden man. Maar vertel, hoe was je dag? Leuke jas. Dankjewel. Heb je die zeg maar zelf gemaakt? Ja. Echt? Zelf zo. Van een schaap afgehaald. Fijn. Yo, what's up dit mensen? Is leuk hè?
We zijn er, Inception, in de vlog van Anna Nushin. Pakka Strijder. Pakka dan vloggen. Hoe is het? Lang geleden man bro. Bro, ik zweer, jij hebt de meest vrolijke vechtersgezicht die ik ooit heb gezien man. Ik zweer het man. Blij feest. Hoe is het? Hoe, jij doet toch ook video's en zo maken, of niet? Ja man, ik maak ook nog die vlogs dan. Gruwelijk man. Waar kunnen mensen je checken? Lekker. Check je show vlog. Big shout. Nou jongens, wij gaan zo beginnen met de opnames met Anna en met Gökhan. En ja man. Ik vind het heel leuk om dit te doen. Zeg maar gewoon de hele tijd draaien en zo. Ja man, we gaan beginnen. We gaan even kapot. Nah, strijders. Ik ben kaal in de vlogs man bro. Accepteer de haarlijn. Allright, we gaan dus zo beginnen met boksen training. Ik heb er niet zo heel veel zin in, omdat ik zeg maar, conditioneel niet sterk ben. Ik ben eventjes aan het zeggen dat ik het. Dat ik het niet aan. Ik ben bang dat ik het niet aan kan. Ik ben bang dat ik het niet aan kan. Dat is een klein beetje. Maar ja man, we gaan jij hebt zelfs je eigen handschoenen meegenomen, man. Dat betekent dat je een soort van ready bent. Wel een luxe handschoenen. Ja? Mag ik ze zien? Zijn dit ze? Ja. Nou. En ik heb van die wikkels. Ook gewoon twins en zo. Oh, ja. De wikkels. Hoe heet dat? Wikkels. Nee, wikkels is leuk. Wikkels past bij jou. Huh? Wikkels, vind ik leuk. Hoe heet het officieel? Winsels, maar niet uit. Nee, wikkels. Ik ben kapot. En ik ben hier met strijders. Hoe ging het jongens? Ging best oké. Okay. Was leuk toch? Was echt leuk. Conditioneel, hoe voel je? Nu voel ik me goed, maar ja? Op dat moment... Dat is een beetje kapot gaan. Voel ik me niet goed. Guk? Yes. Pak hem man bro. Met je goede haarlijn man, godverdomme man. Echt goed. Je hebt echt die Turkse chaps om man bro. Echt hè? Voilà. Lekker man bro. Ik gun het je wel. Zegen. Ergens jaloers, maar ik gun het je wel. De ene is met geld gezegend, de andere man. Don't nou eens op man. Zijn het toch? Ik heb zelfs een shirt, ik had niet zo'n shirt man bro. Maar ja man, ik ga lekker naar huis. Blij toe. Met mijn haarlijn. En dat was jij man bro. Gefeliciteerd. Nu nog een beetje grijs. Je wil gewoon op je haarlijn blijven praten om mij een kutgevoel te geven. Ik was toch al klaar met het gesprek. Jij zegt, ik ben blij met mijn haarlijn, man. Ja, man. Hey Anna. Yo. Het was gezellig. Dankjewel voor de uitnodiging. Het was zo gezellig. En heb je nog wat te zeggen tegen mensen? Hele fijne avond. Bedankt voor het... Of sluit je hem nu niet af? Ik sluit hem nog niet af. Ik ga nog naar huis toe. Oh, nou dan... doei. Snel. En binnenkort een leuke video op het kanaal van Anna Nushin. Moet je even gaan checken. Dit is een vlog takeover. We hebben gebokst. Ben je maar in mijn vlog aan het praten? Ben ik nou in een vlog aan het praten? Ik zit in de auto. Ik geef jullie even een sneak preview van al het eten wat hier ligt. Ik moet even die drugs in de kofferbak gooien. Wacht even. Mijn gemist? Ja, heel erg. Goed zo. Zo hoort het. Zo, even is nog een vlog met even kijken hoe warm is. Ja, sowieso. Komt goed. Ik ga de vlog afsluiten, jongens. Ik ben helemaal gesloopt. Shout-out naar iedereen. Shout-out naar Anna. Was hartstikke gezellig. Shout-out naar Lira. Omdat ze gewoon... Kijk hoe ze loopt, kijk hoe ze loopt. Kijk haar, dikzak. Zeg even hoi dan. Ze is wel ready voor actie, maar. Altijd ready voor actie, zei je. Oi. Dus ja man, ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Ik ga nu lekker eten. Ik ben kapot, ik ben gesloopt. Shout-out naar Gökhan trouwens man. Love naar jou man bro, dankjewel voor alles. Shout-out naar Massaro. Shout-out naar heel Mike's gym man. Ik heb weer allemaal met Lino en zo. Ik heb weer allemaal strijders daar gezien. Nee, dat was fucking gezellig. Shout-out naar jullie allemaal. Ik ga nu gewoon chillen. Dankjewel voor het kijken. Peace.